Dag. Ik vertel jullie het verhaal van Jan en Jeff. Jan en Jeff lagen samen in het ziekenhuis, op dezelfde kamer. Ze waren beiden oud, bedlegerig en eenzaam, want er kwam heel weinig bezoek. Jan lag aan het raam en kon naar buiten kijken. Maar Jeff lag aan de muur en verveelde zich stierlijk. Op een dag vroeg hij Jan: "Vertel eens, wat zie jij allemaal door het raam? Beschrijf eens het landschap." Er bleef een tijdje stil, maar toen begon Jan te vertellen. "Ik zie een weide," zei hij, "met wel 20 koeien. Allemaal wit met zwarte vlekken. Ze liggen allemaal te herkauwen nu. En in een andere weide staan er 2 paarden. Heel mooie dieren. En ik zie een hoeve met een schuur en stallen. Ja, voor die koeien natuurlijk. En er loopt een riviertje dwars door het landschap. Met een fietspad erlangs. En dat fietspad is begrensd door bomen." Jan vertelt traag en moeizaam. Hij is vlug moe. Af en toe een beetje. Maar dat deert Jeff helemaal niet. Want die is geduldig en geniet met gesloten ogen van het landschap dat Jan zo schilderachtig beschrijft. En 's avonds, als Jeff niet kan slapen, dan ziet hij weer alle verhalen voor zich. Van de boer met zijn tractor, die 2 keer per dag naar de weide rijdt om de koeien te melken. En van de boerin, die haar laken binnenhaalde dat gedroogd was in de wind, en dat ze met moeite kon opplooien omdat de wind het constant uit haar handen rukte. Van de 2 meisjes die met zadels naar de paarden gingen, erop klommen en vrolijk wegreden. En op een dag stormde het zodanig dat een van de bomen langs het fietspad een tak verloor die op het fietspad viel. Toen kwamen er gemeentearbeiders die hem doorzaagden en opruimden. Op een ochtend wordt Jeff wakker en ziet hij dat het bed van Jan leeg is. En een verpleegster is de lakens aan het opvouwen en wil er nieuwe opleggen. "Jan is vannacht gestorven," vertelt ze aan Jeff. "Hij is gewoon opgehouden met ademen." En als ze ziet dat Jeff schrikt, tranen in zijn ogen krijgt en helemaal wit wordt, dan vraagt ze: "Ben je daar zo van onder de indruk? Jullie kenden elkaar toch nog maar pas? En je wist toch dat Jan erg ziek was?" "Ja," zegt Jeff, "maar Jan was heel belangrijk, want hij vertelde mij over de hoeve en over de boer en de boerin en over de paarden en de koeien." "Dat kan helemaal niet," zegt de verpleegster. "Als je hier door het raam kijkt, dan zie je alleen lucht en een blinde muur. Er is geen hoeve en er zijn geen paarden en koeien." Ze raapt de lakens op en gaat weg. En Jeff keert zich naar het bed van Jan en zegt: "Jan, jij was een echte vriend. Bedankt."